Goedendag en welkom weer bij Rien de Wolf op de hengelsportafdeling. Wij krijgen nog best wel veel vragen over hoe je nou verschillende rigs en verschillende knopen moet maken. Dus ik ga je in deze video even uitleggen hoe je op een simpele manier een Carolina rig in elkaar zet. Er zijn heel veel verschillende manieren, maar dit is eigenlijk gewoon de basic manier die ik zelf ook gebruik en ben er heel tevreden mee. Dan zal ik jullie nu uitleggen wat je allemaal nodig hebt om een Carolina rig te knopen. Dit is gewoon de basic rig, dus dit is geen gekke dingen. Dit is de meest makkelijke manier. Wat we nodig hebben is twee soorten fluorocarbon. Ik gebruik zelf altijd een 28/100ste als haaklijn en een 35/100ste als loodlijn, waar je bullet weight overheen gaat schuiven. Nou, ik verklaar het al, de bullet weight. Het zijn deze. Zelf gebruiken we graag tungsten, omdat tungsten zwaarder is dan lood, dus kleiner en veel harder. Dus je hebt veel meer gevoel onder water. Wat we nog meer nodig hebben is een glaskraal. Het zijn deze. Die zorgt voor het tikkend geluid met de bullet weight. Daarna een heel simpel speldwarteltje. Stelt niks voor, maar wel belangrijk. Het zijn deze. En natuurlijk de haak. De haak is van het merk Decoy. En Decoy komt uit Japan en die zijn super dun en vlijmscherp. En daar houden we van. En misschien wel het allerbelangrijkste, het kunstaas. We hebben nu gekozen voor de video voor een Western Creek Crawl. Maar er zijn tal van mogelijkheden om je Carolina rig te beazen. Dan zal ik jullie nu laten zien hoe je hem, knoopt. We beginnen de Carolina rig met knopen op het warteltje. Dus ik begin met mijn 35/100ste lijntje. Centimeter of 50 zo. Het komt niet op een paar millimeter aan. Die knippen we af. En die doen we door middels van de halve bloedknoop op het speldje, op het warteltje. Zo. Altijd even goed nat maken, hè, de knopen. Dan pakken we de 28/100ste. En die maken we eveneens vast aan de wartel, aan de andere kant. Ook door middels van de halve bloedknoop. Zo. Die zit ook. De uiteindjes knippen we gewoon af. Die hebben we niet nodig. Dan hebben we hier de 28/100ste lijn. Dat is de dunnere lijn. Daar komt de haak aan. Dan kan je zelf bepalen hoe ver je haak van je lood af wil hebben. Ik vind zo een centimeter of 50 vind ik altijd wel mooi. Dan knippen we die af. En dan monteren we hier de haak aan. We pakken weer het uiteinde en dan maken we daar door middels van een halve bloedknoop de haak aan vast, de offsethoek. Er zijn meerdere knopen mogelijk, maar dit is gewoon de makkelijkste en het meest gebruiksvriendelijk. Die andere knopen die heb ik wel in andere video's ga ik die uitleggen. Dus hou ons kanaal natuurlijk in de gaten voor de komende video's die nog komen gaan. Zo, goed strak aantrekken, afknippen en klaar. Nou, nu is het knoopwerk is nu klaar. Het enige wat we nu nog moeten doen is aan de dikkere lijn, de 35/100ste, het glaskraaltje rijgen en natuurlijk de bullet weight. Het glaskraaltje zorgt ervoor dat de bullet weight een tikkend geluid maakt onder water als je hem binnenvist. Kijk, zo. Dus wat je nu hebt is bullet weight, glaskraaltje, warteltje en een centimeter of 40-50 verderop de offsethoek. Nou krijg ik in de winkel ook wel mensen die het lastig vinden om een offsethoek, om de shed op een offsethoek te monteren. Dus dan zal ik ook even kort laten zien hoe je het doet, want het is vrij eenvoudig. Wat je doet met die shed is, je prikt hem er een klein stukje in, tot aan de haakbocht zeg maar. Dan haal je hem eruit en dan rijg je hem door over de haaksteel. Helemaal naar voren, naar het oogje toe. Dan draai je hem om. En dan zit hij eigenlijk op dat inhammetje zit hij vast, zoals je kan zien. Dan kijken we hier waar de haakbocht is. En op dat punt prikken we hem er doorheen. Dus hier. Zo. Nou, perfect. Dan heb je zo een hele mooie Carolina rig, kant en klaar. Dus de bullet weight met kraaltje, warteltje. En verderop de
haak met het aas. Het enige wat je daarna moet doen is een mooie baars vangen.